Wij zijn in de oude visserijschool. Daar staat een en ander te gebeuren. Naast mij staat Jean-Pierre de Schepper, artistiek directeur. En in plaats van ik dat moet vertellen, kan jij dat allemaal veel beter doen. Wat hier staat te gebeuren, denk ik dan. Ja, we hebben hier een tentoonstelling. Grote kunst voor kleine kinders. Great Art for Great Kids, hebben we het genoemd. En de tentoonstelling is gebaseerd op de tekeningen van Thijs van der Heijden. Thijs van der Heijden is een illustratrice schrijfster. Heeft een aantal boeken onder dit thema reeds uitgegeven. En zij neemt eigenlijk de bekende schilderijen door de eeuwen heen. En die vertaalt ze naar kinderen toe. Omdat ze vindt, als kind vond ze al dat die schilderijen een beetje somber waren. En ze maakt die wat vrolijker, zodat ze toegankelijker worden. En daarvoor gebruikt ze beestjes. Dus het is hier een grote dierententoonstelling. Speciaal voor kinderen? Speciaal voor kinderen, maar het is even interessant voor grote mensen. Hè? Ik zeg ook van 7 tot 77 jaar, zoals de welbekende strip. Van 7 tot 77, de gekende slogan van de strip, helden. Ja, absoluut. Dus het is, de tentoonstelling wordt ondersteund door leuke weetjes. En die weetjes kom je te weten via een audiogids. Ik ga een voorbeeld geven, Botticelli. Hè? Die heette eigenlijk helemaal geen Botticelli. Waarom dat zo is, dat kan je dan in de audiogids horen. Ja, ik zie heel veel belangstelling. God ja, een doodnormale maandagochtend. En heel veel belangstelling, dat zei ik al. Ja, we hebben vandaag, normaal zijn we niet open, maar scholen kunnen op elke weekdag zich inschrijven. En vandaag heeft er zich een school ingeschreven van 60 kinderen. Morgen is er een school met meer dan 50 kinderen. Dus ja, er is veel interesse. We hebben 4 maanden in Brussel gestaan met deze expo. En daar hadden we toch 22.000 bezoekers. Dus waarom is er voor de oude visserijschool in Krokke-Heist gekozen dan? Wel, dit is een prachtig gebouw en dat staat al jaren leeg. En de gemeente zoekt naar een goede bestemming. En deze tentoonstelling vonden zij een opportuniteit om het gebouw weer open te stellen voor het publiek. En ik zie ook veel interesse bij de Heistenaren, die eigenlijk komen piepen omdat ze zo graag nog eens het gebouw van binnen willen bewonderen. En het is de moeite, want het is een prachtig gebouw. En zelf ook tevreden om hier gehuisvest te zijn, denk ik dan. Ja, absoluut. Het leende zich tot deze tentoonstelling. Ik wil daar trouwens nog iets aan toevoegen. Het is niet alleen een statische expo. Heel wat van die beelden van Thijs, die schilderijen, zijn geanimeerd, zijn interactief. En er is ook een speurtocht voor de kinderen. Want er is een schilderij gestolen. De dief heeft naar Thijs gebeld om te zeggen, sorry, ik had dat niet mogen doen. Het ligt in een kluis, maar ik ben het cijferslot nummer vergeten. En het is dus de challenge voor de kinderen om hier tijdens de tentoonstelling te zoeken naar de juiste cijferslotcombinatie. Actief betrokken, zoals je zegt. Actief betrokken, dus interactief, actief. En het grote doel is natuurlijk van Thijs en van mij is om interesse te wekken rond kunst bij de kinderen. Zomermaanden staan voor de deur. Dan wil ik natuurlijk ook weten tot wanneer men hier terecht kan. We zijn open vanaf vrijdagmiddag. En dan zijn we elke dag open, behalve maandags, tot en met 11 september. Van tot? Dus van eerst een uur bedoel ik dan. Van 10 tot 18 uur. Voilà, dat is duidelijk. Heel veel succes, veel plezier. Dank u wel. Voilà, we hebben het meegemaakt in de oude visserijschool. En ik kan er nog één zin aan toevoegen. Je moet deze kant uitkomen. Meer dan de moeite.